Gaan we beginnen? Het sneeuwt. Hè? S-N-E-U-T. S-N-E-U-T. En... knip. Hallo! Dat bij de Roe Villains. Ik snap hem. Ja? Want Roe is goed in het Engels. Ja. Hey, welkom. Welkom. Bij een nieuwe zomerse aflevering. Oh, precies. Lekker warm, hè? Half april. Van Scotland. Ja? Ja. Hey, ja, echt leuk dat je weer kijkt. Ja. Of voor het eerst. Dat kan ook. Leuk dat je voor het eerst kijkt. Ja, en dan raden we je aan om ook andere filmpjes van ons te bekijken. En je sowieso te abonneren op ons YouTube kanaal. Hey, we gaan weer wat lekkers eten. Ja. Of proeven. Voor jullie eigenlijk. Ja. Niet zozeer voor onszelf. Onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek. In de onderbroek. We gaan lekker heet saus proeven op kibbeling. Ja. Dit is geen kippeling. Ja. Nee, kibbeling. Ja. En dat gaan we beoordelen op drie verschillende punten. Hoeveel? Sorry. Drie, ja. Met hoe pittig is het? Ja. Wat vinden wij van de smaak? En hoeveel gaan wij ervan zweten? En volgens mij ben jij in de beurt om mij een verrassing te geven. Oeh, dat ga ik even. Of niet? Ja! E2. Oké, zo. Ik ben ook hier. Vind ik het leuk? Denk het wel. Denk het wel. Dat inpakpapier kan je trouwens kopen bij de HEMA of bij de Jumbo, en dan is het wel van de HEMA nog steeds. Oeh. Oh, dit is met fruit. Echt? Ja, dat zie je meteen. Hoezo, had ook allemaal kunnen zijn. Cully's, the foodie's choice. Tropical, mango en coconut. Nummer 3. Mild. Echt lekker. Komt ie. Hey. Even zo. Oh. Echt lekker, TJ, hè, mango. Jij houdt van fruit. Nou ja, ik vond die van de Heartbeat met, bij de McDonald's. Oh ja, dat is ananas. Ananas, ja. Die vond ik wel lekker. Ik vind mango en volgens coconut. Volgens mij zit in Dirty Dicks is het ook iets van. Ja, maar die vond ik niet zo, volgens mij. Nee? Nee, maar ik vind mango en kokosnoot wel lekker. Ik vind het wel spannend. Wat zit er allemaal in? Mango, nou, water, white vinegar, limoensap, kokosnoot, nectar. Ik hou altijd gember. Van Thaise curries. Of, oh nee, wacht. Het is nou, met goed. Ja, dit is met mijn achtergrond te maken. Ik zei curries hoor, ik kan gewoon curries zeggen. Honing, gedroogde kokosnoot, habanero chili en starch. Starch is reuzel. Nee. Oké, dus de nummer 3, mild. Mild. Ja. Okay. Is het dan nog hot sauce? Nou, daar gaan we zo achter komen. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ik dacht dat we op hebben geprobeerd te zoeken hoeveel Scoville heat units deze heeft. Ja. Konden we niet vinden. Nee. Dus we gaan het even staat anders doen. Staat er ook niet op? Nee. We gaan hem eerst proeven. En dan gaan we hem daarna op de Scoville heat units indicator indicaten. Ja. Hey, en deze saus is verkrijgbaar bij onze vrienden van dekkerpepper.nl op het dopje. En vergeet niet onze, ik denk niet dat je dit kan zien trouwens, vergeet niet onze kortingscode toe te passen bij je bestelling SV15 voor een korting van, nou je raadt het al, 15% korting op je gehele bestelling. Help je ons ook bij om werken en dat aan. Is gewoon gratis geld. Het is gratis geld. Zo. Ik kan er niks leuks over zeggen. Oké. Hij is erg veel geschud. Zo, heb ik geschud. Kijk even terug. Ja. Ik weet het niet. Ik ben sceptisch. Nu nog. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Ik denk het niet. Heb ik ook. Ik zit te wachten op een lepel. Ik heb een lepel. Lepel. Oké. Hij is vloeizaam. Oké, ja. Ik heb meer. Ja, het is goed, goed ja, voor kom jullie. Op. Het is mango coconut. Ja, maar misschien vind ik het niet lekker. Waarom zou ik er dan zoveel gewoon... Oh ja, dat is wel waar. Preut. Dat is echt heel dun. Hij is niet zo fruitig als ik gedacht had. Hij is wel zoet. Ja, maar hij heeft iets... Het begin lijkt het een beetje iets chemisch te hebben, toch wel. Ik kan me niet voorstellen, maar...
Nou, dit is niet pittig. Ja, dit is die gember die jij proeft, denk ik. Ah, dat is waarschijnlijk. Ik moet nog een klein beetje proeven. Of proeft heel erg veel gember. Een beetje meer dan ik. Toch? Ja, die gember is wel overheersend. Ja. Over bier gesproken. Voor jou ook, Beers of the World. Ja, een lekker biertje om de hete saus mee weg te spoelen. De Tokyo Triple, de Buenos Aires Blond en de Auckland IPA. Voor jacob.nl/shop. Kijk even. Voor kijkers van het kanaal, een kortingscode. Wat dan? SV15. SV15. 15% korting bij voor jacob.nl. Wat? Let's go. Echt? Heb ik je nu zo bedankt. Beter voor jou. En ja, ik vind hem wel lekker. Echt? Ja, ik vind hem wel lekker. Maar hij is niet pittig. Nou, op de kip bij Link. Ja, ik moet zeggen, ik proef de mango of zo helemaal niet. Dit ja, kan je niet hier opdoen zonder. Ik denk dat je beter. Ja, je hebt gelijk. Nee, zo. Dat nou, nee, ik bedoelde eigenlijk zo. Ja, kijk dan, dan kan je toch niet. Zullen we het nu eerst anders beoordelen voordat we het op de kibbeling doen? Nee. Hap je neer. Oh! Lang op eten. Ja. Ja. Ik begrijp wat ze hebben gedaan, wat ze willen doen hiermee. Maar het streeft zijn doel denk ik een beetje voorbij. Dit is niet. Wat het is meer fruitpuree met een pittigje eraan. Dit doet me een beetje denken aan Chicken Tonight. Ken je dat dan? Ja, nou inderdaad. Ja. Dit zou pittiger. Dit zou ook door mijn. Als ik gewoon witte rijst zou eten, of door een pokeball heen, met veel rijst, zou ik dit doorheen doen. En hij is echt heel mild. Waar zou je hem op scoren, SAU? Ik denk 5000? Nou, maar dat is toch ongeveer? 5000 is er. Sambal Oelek is 2500. En jalapeno, vers jalapeno is 8000. En 5000 is dus hier. Ja, nou, dat klopt. Ja, ik wil lager, maar dan kom ik onder de tafel. Ik zou zeggen, voor de pittigheid, een 1. Ja. 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 Misschien zelfs nog net iets lager. Maar aangezien alleen TJ 10e procent geeft. Mag jij ook? En ik, ja, dat weet ik, maar ik vind het gewoon jouw ding. Oh. Smaak. Ja, weet je. Er gebeurt gewoon heel veel. Ja. Heel veel gember. Ik vind ook de gember overheersen. En zover dat je eigenlijk de mango en de kokosnoot gewoon niet proeft. Voor mijn gevoel. Nou, maar één keer. Echt, ik ga nou even de condenseur uithangen. Maar ik wil niet condenseuren of zo. Maar... Als je voor je mond, op je tong, proef je inderdaad meteen kokos. En de mango is ook aanwezig, maar de gember is te overheersend. Smaak een 3,5. Ja, als je van fruit houdt, dit kan je bijvoorbeeld opsturen als iemand zijn been gebroken heeft. Een soort fruitschaal in een potje, dat is het. Dus ja, een 3 voor smaak. Ik kan niks in doen, ik hou er gewoon niets van. Niet zo extreem. Ik vind het leuk. Zweet? Nee. Oké. Zweden een half. Nee, 0. Ik ga gewoon niet zweden, dus moet ik ook geen rekening aan geven. Nee. 0. 0 zweet, 3 smaak, 1 pittig. Ja, ik ga wel een 0,7. Ik vind pittigheid is een 1,2. Dat is hoger dan 1. Ja, weet ik. Oké. Okay. Maar ik ben ook hoger. Qua smaak. Ik ben niet per se super fan van hele fruitige sauzen. Ik vind dat ze deze wel. Voor wat ze hebben willen doen, hebben ze het goed gedaan. Maar het is niet mijn favoriet, dus ik geef het een 3. Maar dat zegt niks over de saus zelf, maar ik hou gewoon niet van fruitige sausen. Zweet is een nee, dus een 0. Nee. Ja, ik heb zelf een trui aan. Ja. Dus ja, leuk. Ja. Voor de liefhebber. En het is een award-winning hot sauces. Voor de liefhebber is dit een leuk. Niet een hele hete saus, maar wel heel veel. Fruitigheid en smaak te bestellen bij Dekker Pamper Sub. Dennis is net vader geworden, niet net, Dennis is onlangs vader geworden, daarom zei hij Dekker Pamper. Hoe ziet dat eruit, Dekker Pamper? Hele pittige pamper. Een pamper voor als je te veel pittig eten hebt. Zo. Te bestellen op dekkerpamper.nl met onze kortingscode. SV15 voor 50% korting. Dat nou ja, als je dus van fruitige sausen houdt,
En ja, niet te pittig. Wilt eten of kan eten of maar er gewoon gezin in hebt. Zeker een aanrader. Ja. Voor ons ja, is die gewoon niet pittig genoeg. Ja. En smaakt veel meer uit. Ja. Ik heb er niet van toe te voegen. Behalve dat je daar onderin nog even kan leren als je dit leuk vond. Ja, graag. En volgen op Facebook, op Instagram en TikTok. En ja, bedankt dat je keek. En weet je wat zeggen? Whatever happens, stay spicy. Doei! Laag!